Evert Santegoets valt het kamp van Nicole Kremers aan en zet haar advocaat Sebas Dijkstra neer als aandachtsbelust, volgens mediacriticus Victor Vlam. Evert Santegoets verandert van mening en steunt nu Peter Gillies na een ontmoeting en gezellige koffie. Hij speelde een belangrijke rol in de presidiumcampagne voor het nieuwe seizoen van Massa is Kassa. De plotse verandering van Everts standpunt over Nicole Kremers, die 10 aangiftes van mishandeling tegen Peter heeft gedaan, roept vragen op. Evert bekritiseert nu haar advocaat Sebas en beschuldigt hem van aandachtzoekerij. Dit wordt gezien als een misstap en aanval op zowel het slachtoffer als de advocaat. Mediacriticus Victor Vlam en debatdeskundige Lars Duursma zijn het erover eens dat het ongepast is om Sebas als aandachtsbelust neer te zetten. Victor wijst op het gebruikelijke frame van mensen die melding maken van misstanden tegen prominente figuren en beschuldigd worden van aandacht zoeken. Een aanval op Sebas is uiteindelijk ook een aanval op Nicole, omdat het haar motieven in twijfel trekt. Victor en Lars zijn het erover eens dat dit frame verkeerd is en de geloofwaardigheid van het slachtoffer ondermijnt. Sebas heeft aangegeven dat hij benaderd werd door Shownieuws en niet zelf de publiciteit heeft opgezocht. Hij heeft zelfs bewijs laten zien van het contact met de redacteur. Victor benadrukt dat Sebas geen interviews heeft gegeven over de zaak en zich juist terughoudend heeft opgesteld. Het frame van aandachtsbelustheid is ongegrond en Victor noemt het een kwalijke zaak. Lars voegt eraan toe dat het ook de geloofwaardigheid van het slachtoffer aantast. Het is onverstandig en ongepast van Talpa om dit soort communicatiestrategieën toe te passen, aldus Victor. Hij benadrukt dat er foto's zijn verschenen waaruit blijkt dat Nicole fysiek letsel heeft opgelopen. Hoewel de zaak nog juridisch bewezen moet worden, is het duidelijk dat het een ernstige zaak is. Victor vindt het belachelijk om het kamp van Nicole te bespotten.